mooiste? Ik denk dat jij zegt de fietsen. Ja, absoluut. De Cipollini. Voor mij wel. Hij wil een andere fiets en ik heb gewoon leuke kleding gezien. Dus nou, is toch helemaal goed. Voor vanavond je zo links mee. De zwarte Bianchi Ultra XR. Zeer bijzonder. Perfectie. Dus anders als de doorgaand de merken die je veel tegenkomt, zoals Specialized en Cannondale. Cipollini staat ervoor. Het kwaliteitproduct is geboren door de eisen van Mario Cipollini zelf. Dus Mario Cipollini is gedurende zijn koersleven nooit een fiets gevonden die zijn kracht kon doorgeven aan de wielen, aan de grond. En zo is dat begonnen met de eerste frame RB1000, die gemaakt is, geontwikkeld op zijn eisen, met carbon hoog niveau, met in monocoque, ja, volledig. En dat heeft een paar jaar geduurd voordat de ontwikkeling, zo is dat geboren. Nou, ik vond het een heel goed initiatief van Mark. Leuk ook om al die toelichtingen van de importeurs te horen op hun frames. Ja, erg leuke indruk. Voorzien van een hapje en een drankje, ook altijd plezierig. Dus van mij mag hij het nog eens een keer doen. Ja, leuk. Het is een keer wel anders als traditionele gebeurt dat je naar een winkel toe gaat en naar binnen komt en de fietsen bekijkt. Dat er een speciale avond is voor de vaste klanten. Het is gewoon goed georganiseerd.